Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik sta hier bij vijf bedden pultjes. Nou, die zijn deze week ook te plukken. Nou, hoe pluk je ze? We hebben een schaartje voorin bij het eerste bed staan. Nou, die pak je dan, omdat ze best gevoelig zijn. Nou, hier hebben we al mooie pultjes hangen. En je oogt ze door het zo af te knippen. Zo laat je de plant zoveel mogelijk met rust. Want als je ze aftrekt, heb je de kans dat je de plant ook meetrekt. En dan missen we heel veel pultjes. Want zoals je ziet bloeit die heel mooi en elk bloemetje wordt op een gegeven moment een peultje. De beste formaat voor een peul is ongeveer dit formaat. Deze week hebben we ook heerlijke bloemkolen in de oogst. Helaas hebben we wat uitval gehad. Daarvoor hebben we gelukkig wel andere dingen kunnen oogsten, zoals die heerlijke slamix en radijzen. Maar daar hebben we niet genoeg bloemkolen voor iedereen. Dus is ons de vraag of jullie één bloemkool per huishouden mee willen nemen. En de grotere huishoudens nemen natuurlijk een grotere bloemkool mee en een kleinere en kleinere. Nou, hoe oogst je de bloemkool? Deze hebben we afgedekt, anders wordt de bloemkool gelig. En je snijdt hem gewoon hieronder af en dan kan je de kool zo meenemen. Ook hebben we heerlijke basilicum in de oogst. Zowel een groene als een paarse. De plantjes zijn nog redelijk klein, maar we willen wel alvast beginnen met oogsten. En dat doen we door middel van toppen. Dus we gaan de plant toppen. Nou, hoe doe je dat? Je pakt dan de bovenste vier blaadjes. En dan haal je hem zo van de plant. En dan kan de plant veel groter worden. En dan krijgen we veel meer basilicum uiteindelijk. Nou, als je in de kas bent, pas dan op voor de tomatenplanten en de aubergineplanten. Het zijn gevoelige planten. En de eerste tomaten beginnen eraan te komen. Dus daar kijk ik ook erg naar uit. Ja, ook hebben we heerlijke Russische snijkool in de oogst deze week. Het is een variant van de boerenkool, maar meer een zomerse boerenkool. Nou, hoe oogst je hem? Het is belangrijk dat je de buitenste bladeren oogst. Die trek je gewoon van de plant af. En als je in de keuken staat, kan je hem zo schoonritsen. Dan heb je al snel het blad en de stengel, die eet je niet, die doe je weg. Nou, wat is belangrijk bij deze plant, is dat je vooral het hart intact laat. Dus de binnenste bladeren, ik zou zeggen de binnenste vijf bladeren, die wil ik graag nog laten zitten. Want dan kan de plant lekker doorgroeien. En dan kunnen we het hele seizoen blijven oogsten van deze fantastische groente. Nou, dit was hem voor deze week. Ik hoop jullie weer op de tuin te zien en een fijne oogst gewenst.